wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Hoi, hoi, kino. Hoi, hallo. Hallo. Ze hebben geen schoenen aan. Het is echt heel anders dan bij ons in het Openluchtmuseum. Vanavond gaan we los. Oh ja. Maar dan moet je wel komen. Waarom doe jij jezelf dat aan? Misschien moeten we dat inderdaad een keer doen, ja. Bing. Die is leuk. Mooi, hè? Oh. Oh, heel leuk. Alarm. De cocktails zijn op. Nou, dan moeten we nieuwe halen. We? Jullie. Deze ronde heb ik gehaald. Jij bent Nina? Waarom? Jij kan toch ook wel naar de bar lopen? Je bent toch niet een kreupel? Nou, jij toch ook niet? Zeg, los er eens even op. Ik heb dorst. Oké. We loten erom. Wie het kortste eind trekt, gaat halen. Oké. Oh, jij wil natuurlijk eerst. Ga maar. Oh. Oh, lieve haar voor je. Maar lekker gemeen, hè? Ja. Je boft eigenlijk nog wel dat je hier nog steeds bent, hè? Ja, Nina was even bang dat het helemaal mis zou lopen. Zij riep per ongeluk jouw naam toen ze Janine aan de telefoon had. Goede tijden, slechte tijden. Het ziet er mooi uit, allemaal. Ja. Heel leuk. Een leuke stijl heb je gevonden. Oh, en Dansatoria. Een hele leuke naam. Beter dan dat nieuwe club wat ik zei. Maar goed, ik zag jou trouwens. Dat is grappig. Ik wilde je feliciteren. Ja. Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. En heel veel succes. Ja, dat gaat zeker lukken. Hi. Ik ben Amber. Amber is hoofdbediening. Ik ben George, ik ben vriendin. Ex. Ja, ex-vrouw. Vuile trut. Hoe kan je zo stom zijn? Mijn moeder heeft waarschijnlijk helemaal niets gehoord. En wat moet ik nou? Ik moet hier dus nu meteen weg. Vertel je dat nou? Oh, schat, ik zat Lorena alleen maar een beetje te pesten. We zitten hier al dagen, er is nog steeds niemand die naar Lorena heeft gevraagd. Lorena, ga zitten, neem een cocktail, ontspannen. Ja, ik ga gezellig met jullie cocktails drinken, tot de politie me komt halen. Als de politie jou zocht, hadden ze je al lang voor je hangmatje gelicht, hoor. Als je niet iets had gehoord, dan had ze Nina teruggebeld of ge-sms'd om te checken. Dat heeft ze niet gedaan, dus. Natuurlijk niet. Ze heeft Jack gebeld en die heeft gezegd niks tegen Nina zeggen. Anders slaat Lorena op de vlucht voordat de politie er is. Ja, wat ga je nou doen? Inpakken en wegwezen. Ja, maar ze heeft helemaal geen zin om weg te gaan. Ik ga niet weer de gevangenis in. En zeker niet voor iets wat ik niet gedaan heb. Echt, het heeft geen zin om je koffers te pakken. Je kunt helemaal nergens naartoe. We zitten hier midden in een rimboe. Voor je het weet is het pikken donker. Ik vraag dan Nootje. Die helpt me wel. Hey, schat. Hi, dit is Maxine. De voicemail van Danny Nieuw. Oh. Spreek je bericht in na de piep. Voicemail. Leuk, wel. Lekker fout. Ja, jij ook. Je outfit, natuurlijk. Hoofdbediening dus. Dus je hebt ervaring. Anders had ik haar nooit aangenomen. Ja, nee, dat begrijp ik. Anders... George. Ja, ja. Hey. Is mooi geworden, hè? Ja. Heb ik later even een paleisje van gemaakt, toch? Weet je wat het allermooiste is geworden? Laten zien. Ik
Okay, leuk, ja? Kijk daar. Hey, doeg. Zo, dus dat was je ex. Uh-huh. Hm? Oh, nou, ik hoef geen details hoor, ik heb me niks aan. Wat wil je me laten zien? Dankjewel. Tuurlijk. Hey, mag ik jouw telefoon even lenen? Amy die slaapt bij een vriendinnetje en ik wil even checken of alles goed gaat. Ja, is oké. Okay. Ja. Dankjewel. Ja. Leukjes. Wil je wat drinken? Ja, de rode wijn. Personeel heeft zijn eigen feestje, zie je? Dat is niet goed. Jullie hebben net de onthulling van de naam gemist. Ja, sorry schat. Ik zat in een vergadering en daar kwam ik echt geen eind aan. Maar het gaat goed hier, hè? Iedereen heeft het naar zijn zin, zo te zien. En? Wat sfeer ervan? Ja, je moet je personeel een beetje beter aansturen. Er staat een heel clubje niks te doen. Dat komt wel. Vanavond is het feest. Heb je nog wat van Ed weer gehoord? Hij danst hiernaast met Ed. Toen hij binnenkwam zo net, heeft hij nog een keer duidelijk gemaakt dat hij helemaal niets meer met me te maken wil hebben. Nou ja, who cares? Hè? This is the hardest place in town. Leuke jongens in overvloed. Ja, doe. Dankjewel. Waarom doe je nou zo? Meteen zeggen wat hij allemaal fout doet? Gun hem nou zijn feestje. Ja, maar dat doe ik ook. Maar als hij op de openingsavond zijn personeel al niet in de hand heeft, dan lopen ze volgende week over hem heen, hoor. Ja, maar je kunt ook denken, daar leert hij van. Ik probeer hem die ellende alleen maar te besparen. Maar zit hij nu toch niet op te wachten? Hij wil alleen maar horen wat je van zijn club vindt. En misschien dat je zelfs al een klein beetje trots op hem bent? Ja, dat ben ik ook. Het ziet er fantastisch uit. Ik ben bang dat die boodschap niet is doorgekomen. Liefje! Ja! Nee. Spreek dan gewoon iets in. Ja, als ik nou iets dringends had, ik bel morgen wel. Dan verzin je toch gewoon iets dringends? Ja. Misschien moet ik toch maar even mijn moeder bellen, vissen of ze Lorena's naam heeft genoemd. Nee, niet doen. Geen slapende honden wakker maken. Als Lorena dat hoort, wordt ze echt woedend. Ze is al echt woedend. Ja, maar dan met reden. Nu overdrijft ze. Lieverd, Janine heeft niks gehoord en zeker niks doorverteld. Nou, jij gaat echt niet zitten toekijken hoe ik de sterren van de hemel las. Oké, dan zal ik jou iets laten zien. Goedendag. Kan je me zeggen waar Lorena is? Nee, ik heb geen idee. Ze is ergens. Oké. Okay. Oh, Nootje. Nootje, ik heb je hulp nodig. Vertel. Ik moet hier weg. Vanavond niet. Waarheen? De grens over, zo snel mogelijk. De grens? Nee, dat ga ik niet doen. Whisky? Ja. Alsjeblieft. Mag hopen dat mijn dochter hier niet ergens rondloopt. Dus boven op de dansvloer helemaal uit het dak aan het gaan. Natuurlijk niet. Ik slaap bij een vriendinnetje, zo'n week geleden afgesproken. Heb jij er problemen mee dat ik hier op een feestje ben op een vrije avond? Nee, dat is niet. Mooi. Alles goed met Amy? Ja hoor. Jou ook? Ik zag ze zoenen. Gênant was het. Snap ik. Is Nootje er nog niet? Ben ik daar zo vroeg uit mijn bed gekomen? Nou, ik ga even lekker halen. Wil je ook? Ja. Schatjes, hè? Nou, hè?
Hey, heb jij George gisteravond nog gedag gezegd? Want die heb ik helemaal niet zien weggaan. Ze wilde naar huis en ik ook, dus ik heb haar thuis gebracht. Ik was kapot gisteren. Maar ja, niet zo gek, want ik heb natuurlijk hartstikke hard gewerkt in die club de afgelopen week. Het is ook heel mooi geworden. Dankjewel. Hey, met Danny. Hi. Hey, schat, wat heerlijk om je stem te horen. Zo fijn dat je gisteravond de hele tijd met mijn voicemail hebt gebeld. Ja, als jij niet opneemt, dan moet ik wel. Ik zag het vanochtend pas. En ik dacht, misschien wil je uitslapen, dus ik bel nog even niet terug. Dat maakt niet uit. Jij zat natuurlijk met allemaal prachtige vrouwen in de sauna, heel ver weg van je mobiel. Helaas niet. Ik was in die nieuwe club van Lucas, weet je wel, de opening. Oh, tuurlijk, ja. Was het leuk? Het was heel erg leuk. Alleen, ik was mijn mobiel vergeten thuis, een beetje dom. Nou, geef niet, lieverd. Nee, ik heb met Nina heerlijk gedanst met allemaal prachtige jongens. Ik kom geen aandacht tekort, hoor. Nou, mooi zo. Maakt dat jou helemaal niks uit? Oh ja, natuurlijk wel. Ik ben heel, heel erg jaloers. Maar ik hou me vast aan de gedachte dat jij weer bijna bij me bent. Nou, maak je maar niet ongerust, hoor. Meer dan dans is er niet bij geweest. Nou, hey, ik moet echt hangen, dus ik spreek je later. Oh, oké, tuurlijk. Hé, hey, lieverd, wil jij Amy een hele dikke kus doen van mij? Doei. Opzij! Ik zeg even opzij! Ho! Oh, nee, je hoeft niet weg! Niemand weet dat je hier bent. Oh ja, kun je me dat garanderen, Nina? Nee, maar ja, dat garandeer. Nou, jammer dat je garanties geen bal voorstellen. Ik zal het maar niet tegen Nina zeggen. Dat jij met andere meisjes flirt. Zou oma nou een muziekje voor je spelen? Mooier. Of moet ik Nina juist vertellen hoe lief je bent met baby's? Nou, laten we eerst maar eens even kijken of die time-out zin heeft. En dan gaan we het over baby's hebben. Hoe goed ken jij die Amber? Amber? Ja, die bij Bing werkt, weet je wel? Met het tijgerpak. Oh, die. Ja, wat wil je nou weten, hoe goed ik haar ken of hoe goed Bing haar kent? Nou, ik kent haar pas net. Pittige tante, geloof ik. Ja, die indruk kreeg ik ook, ja. Ik kwam ze zoenend tegen in het toilet. Ja, nou, ik heb gehoord dat het niet daarbij gebleven is. Ja, van Lucas, die had dat gehoord van een werknemer. Die vertelde het dus... Laat maar, dat wil jij helemaal niet weten natuurlijk. Vertelde dat ze het daar hebben gedaan? Nou ja, ik heb het ook alleen maar gehoord. Vind je het vervelend? Nee, smerig. Dat moet ze zelf weten. Je mag het gerust zeggen, hoor. Wat? Dat je Bing mist. Houd. Dit zei je gisteren ook. Het is niet zo. Nee. Het is toch niet gek? Het is misschien, ja, misschien niet slim, maar het is niet gek. Ik ga even Belana kijken. Je bent echt wel de allerlaatste die ik hier in de jungle had verwacht. Hè? Ja, dat is echt toch te bizar. Is de wereld zo groot en dan komen we elkaar hier tegen. Nou ja, zo toevallig is dat niet hoor. Ik kom voor Lorena. Wat? Rosa's dochter? Ja, ik zag haar toch net weggaan, of niet? Nou, dat lijkt me sterk. Als zij hier ook is, dan hadden we haar al lang gezien. En heb jij haar gezien? Nee. Nou, ik heb je moeder gesproken en die vertelde mij dat jij Lorena aansprak. Oh.
Lovena, hij heeft het over Lovena, dat Belgische meisje met wie we op excursie zijn geweest. Ja, dat moet haast wel. Hey, ben je daarvoor helemaal hierheen gekomen? Je had toch ook gewoon kunnen bellen? Oh, dus Lorena, die is hier niet? Nee. Wat doet haar bagage hier dan? Personeel voor. Die zijn er veel beter in. Oh ja? Ja. Dan kunnen wij doen waar wij goed in zijn. Wij komen net uit bed. Ja. Jouw bed. Mijn bed heb ik niet gehad. Kan ik jou even spreken? Alleen? Ja. Ik ga heel even checken hoe de garderobe erbij staat. Ja. Was het zo nodig om het thema van de twee zo letterlijk te nemen? Met iemand rommelen hier op de toilet, dat noem ik behoorlijk fout. Oh, dat moet jij zeggen. Ze werkt hier. Dat jij graag met haar het bed deelt, dat moet je allemaal lekker zelf weten. Maar nu roddelt het personeel erover. En dat vind ik nogal onprofessioneel. Roddelend personeel, dat is inderdaad erg onprofessioneel. Ontsla jij zelf, doe ik het. Ik heb het over jou, hè? Was dat het? Ja, maar dan ga ik verder aan het werk. In de garderobe. Amber! Nou, nog iets aardigs tegen Lucas gezegd over Dansatoria? Lieverd, wanneer? Ik heb hem niet meer gesproken na gisteravond. Vind ik een flauwe excuus. Je had hem toch kunnen bellen of sms'en of desnoods even langsrijden op weg naar kantoor. Als hij tenminste nog met je wil praten nadat je hem zo hebt afgeserveerd gisteravond. Ik bel hem straks wel eventjes. Oh, hey. Gelukkig, je bent er nog. Ik wil je iets vragen. Wat je gisteren tegen me zei dat ik het personeel beter in de hand moet houden. De aansturen? Ja. Dat moet ook zeker. Helemaal omdat Bing. Nou ja, hij doet er niks aan. Dus moet ik het doen. Dus ik wil jou vragen. Hoe doe ik dat? Op een goede manier. Nou, ik heb zo een afspraak op kantoor. Maar als je even met me meerijdt, dan kunnen we het erover hebben. In de auto. Okay. En ik zal Krizos van Human Resources even vragen of wat tijd voor je vrij te maken. Dat is echt een tovenaar op het gebied van personeelsbegeleiding. Oké. Is het goed als ik nog even een broodje pak? Lucas? Ja? Ik heb het gisteren misschien niet duidelijk genoeg gezegd, maar het ziet er echt fantastisch uit. Hè? Die club heeft echt alles om een groot succes te worden. Dank je wel. Ja, even Krizos bellen dat hij het komend uur al zijn afspraak afzegt. Ik kan wel heel even wachten, toch? Ik kan er nou toch niks meer aan doen. Lorena redt zich wel, joh. Hey, ik had Danny aan de telefoon. Hij was naar de opening van de club van Lucas en hij had zijn mobiel thuis laten liggen. Sukkel. Ja, maar wel een heel lekkere sukkel. Alsjeblieft. Voor mij? Ja, zomaar. Nou. Dit heb ik je een uur geleden.
binnen gestuurd. Ja, maar je hebt ook nog zoiets als snelservice, hè, tegenwoordig. Kijk. Ja, te lief. Dankjewel. Ja. Wat gezellig. Alsjeblieft. Nou, ik breng hem even naar boven. Kijk nou. Mooi hoor. Leuk. Het is grappig. Je gaat ervan uit dat iedereen altijd zijn mobiel bij zich heeft, terwijl je hem zelf ook wel eens vergeet. Dan hoef je helemaal niks achter te zoeken. Deed je dat dan? Nee, natuurlijk niet. Waarom zou ik? Hé, hey, daar hebben we Nootje eindelijk. Kijk wat ik voor jullie heb. Voor de canapé-tocht. Het is toch niet gevaarlijk, hè? Nee, het is juist geweldig. En bovendien, Dennis ziet me graag heel huids thuiskomen. Heb je? Ja. Ja, al die aandacht van George, nu Maxime er niet is. Wat wil je van, hè? Aandacht. Ja? Ik geef haar een foto van onze dochter. Is er mis mee? Nou, maar niks. Zolang je er niks mee bedoelt. Dat doe ik niet. Dat weet ik, dat weet George. En wat jij er verder van denkt, dat moet je lekker zelf weten. Is wel een stuk leuker. Dat doet ze snel. Wat? Zich omhoog neuken. Is dat? Dat moet jij George vragen. Hm? Ja, oh, die is prachtig.